mensen, pretparken zijn fantastisch leuk. Oh, ik hou ervan. Ja, dat kan ook niet anders, hè, want er zit het woord pret in het woord pretpark. Dus je moet wel pret hebben, anders zou het bijvoorbeeld saaipark zijn en dat klopt niet. En er komen allemaal verschillende soorten mensen op zo'n pretpark af. En dit zijn 10 soorten mensen in een pretpark. Nee, hier ga ik zeker niet in. Ah, kom op man, zo snel gaat hij ook wel niet. En ik kan het weten, ik ben er al kei vaak in geweest. Deze attractie gaat supersnel! Zie je, hij gaat supersnel. Ah, dat is optisch bedrog. Optisch bedrog. Dit is dus echt geen optisch bedrog! Ja. Sinds wanneer ken je zo moeilijke woorden? Sinds dat mijn vriendin ook optisch bedrog is. De snelheid van deze attractie zou verboden moeten worden! Oké, weet je wat? Ik probeer het wel, kom. Zo, nou dat viel wel mee toch? Waar gaan we nu in? Het is echt gezellig hè, zo samen met z'n drieën een dagje naar het pretpark. Wat zullen we als eerste gaan doen? Laten we meteen naar de heftigste attractie gaan. Nee, Teun. Laten we beginnen juist met een beetje rustige attracties. En dan gaan we daarna uiteindelijk wel samen naar de achtbanen. Ja, even een beetje rustig aan. We zijn vrij. Ik moet even naar de wc. Altijd. Heerlijk, hè? Ja. Ik vind dat zo fijn. Ben je wel eens vaker? Ja, ik ben... toen was ik wel een stukje jonger, maar... Ik ben er volgens mij één keertje geweest of zo. Het was wel vrij druk meteen. Maar dat... Dan kan je niet alles doen, zeg maar. Nee, maar... Vandaag kunnen we wel alles doen. Ja. Oh, Teun, je bent alweer. Oh. Nou, zullen we dan gaan? Ja, laten we gaan. Oké, top. Teun, kom. Kom nou. Waar gaan we eerst heen? Ja, kom maar. Je mag hier niet zonder kleren in, hè. Ga even kleren aandoen en sluit even achteraan. Kom. Tja. Meen je dit? Ja, zeker. Tja. Wat hoog! Wat snel! Wat hard! Wat hard? Wat diep! Oh, wat verschrikkelijk! Oeh, wat eng! Oh, wat dramatisch! Dat durf ik dus echt niet! Oh, maar dit durf ik wel! 2 wijnen, si vous plaît! We zijn gewoon in Nederland, Martien! Oh ja, 2 wijnen alsjeblieft. Oh jongens, zullen we in die achtbaan gaan? Ja, kom op, let's go! Ja? Oké. Okay. Oh, wacht even. Ik weet niet wat jij gaat doen hoor, maar jij bent echt niet lang genoeg voor deze attractie. Inderdaad. Oh ja, shit. Maar daar heb ik wat voor! Hoi, hey, veel plezier. Dankjewel. Veel plezier. Zo. Losse heupjes, soldametje. Mag jij hier eventjes kijken of die mooie beentjes wel lang genoeg zijn?
Kijk, helemaal goed hoor, loop maar door. Kijk, en dan gaan we hier al meteen naar rechts, langs die grote steen, en dan komen we dadelijk bij een bruggetje, dan gaan we onderdoor. Nou, leuk. Ja. Ja, en daar is het bruggetje. Ik zei het al. Ja, ik ben er vorig jaar ook geweest, en het jaar daarvoor, en het jaar daarvoor. Ja, en als we dadelijk onder die brug voorbij zijn, dan komen we bij een klein fonteintje, en dan kun je heel mooi die grote blauwe achtbaan zien. Kijk, daar is de fontein. Ik zei het. Ik had gelijk. Ja, dat zag ik zelf ook. Ja. Ja, je kunt meteen zien wat voor een thema deze attractie is gebouwd. Het is een soort stenen thema of zo. En dan gaat dadelijk die houten deur, die gaat dadelijk open. Ja, dat, dan gaan we dan in. Dat kan ik zelf dadelijk... Ja, kijk. Oh nee, ze gaat nog niet open. Ja, nog even wachten. Ik kan... Ja, kijk, daar komen ze. Ja, ja. Oh, andere bootjes. Hallo. Hallo allemaal. Ik ben hier al een keer geweest. Kijk, en dan denk je dadelijk dat we tegen die deur aan gaan varen. Maar dat is helemaal niet. Er zitten sensoren en dan gaan die deuren net voor het puntje van de boot gaan ze open. Ja, ik kan het zelf ook zien. Ik zei het. Daar zijn ze open. En als je hier dadelijk recht vooruit kijkt, dan zie je een blauwe tunnel. En helemaal rechts dan zie je een soort van waterelfje of een watertrol of zo. Kijk, daar heb je hem. En daar is inderdaad die blauwe tunnel. Je zou denken dat we daarheen gaan, maar dat is... Ik hoor je niet, de muziek staat te hard. Dus u hoeft het niet te zeggen. Dat doek gaat open dadelijk. Ja, dan komen er allemaal boeken uit het water. En dan zweven er allemaal kaarsen en allemaal potten en pannen. En hier denk je dat je weer recht doorgaat. Maar dan ga je links, want die deur die gaat open door Marlijn. Die doet dat zo met zijn toverstokje. Ik kan het zelf ook wel zien. Ja, ik... ja, kijk. En dan denk je weer, boom, maar nee, we gaan er gewoon nog heen. Allemaal een beetje met elfjes, heel veel elfjes. Oké. Okay. Dan... Nee, zeg maar. Ik kan het. En dan zie je daar op het einde, zie je als je naar links kijkt, zie je een zeemermin. En daar staat Luben Sproet. Hij heeft het afgelopen jaar flinke vooruitgang gemaakt in zijn techniek. Loopings zijn zijn specialiteit. Links van hem, Pieter Eaton. Hij is altijd erg goed in een goede blik trekken tijdens de onverwachte foto. En dan natuurlijk, de enige vrouw die meedoet aan dit kampioenschap. Zij past erg goed in elk karretje. De deelnemers zijn er klaar voor. Hier komt de pretparkmedewerker aan. De poort gaat open en ja, ja, ze zijn weg. Ze zijn weg. Ruben Sproet is aan de leiding. Gevolgd door het enige meisje dat meedoet aan dit kampioenschap. En als laatste Pieter Eaton. Hier komen ze mooi de hoek om. Gevolgd door nog een bocht. Oh, wat is hier? Een eend op de weg. Oké, okay, en Ruben Sproet legt een banaan neer. Ja, ja. Pieter Eaton is uitgeschakeld. Uitgegleden over de bananenschil. Het gaat nu tussen het meisje en Ruben Sproet. Dan komen ze de laatste bocht om. Een eindsprint naar de... Oh, wacht. Sproet doet iets geks. Sproet lijkt het meisje hier tegen te houden. Ja, een worsteling. Sproet zet het meisje op de bank en trekt zelf een sprint naar de finishtape. Maar hier klopt iets niet. Out of order. De attractie is out of order. Loser! In deze race lijkt iedereen een verliezer. Denk je dat dat handig is nu we nog allemaal attracties gaan bezoeken? Nou, misschien word je misselijk. Ik kan er echt nog spelen. Oké, okay. Nou, dan gaan we nu in de dwervelwind en weet wel, die draait heel veel rondjes. Heel veel. Man, boeien, kom. Ah, die was leuk. Ja, dat was echt vet. Oh, ik voel me echt niet lekker, man. We zeiden het toch. Nee, ik ben niet misselijk. Ik werd net in de rij afgewezen door een chick. Blijkbaar ben ik niet lekker. Dat wisten we toch al? Tjonge, jonge. Waar is de achtbaan Phoenix? Oh, wacht, dat... Kijk, hè? Ja,
Dat weet ik wel. Kom maar, volg mij maar. Is dit Phoenix? Nee. Even kijken. Oh ja, wacht, hij is hier. Kijk, ja, zie, ja, dat weet ik wel. Kom maar. Nee, Marit, dit is het ook niet. Oh, maar wacht. Ja, ik zie hem. Nu weet ik het echt zeker. Jongens, kom maar. Zo. Marit, je hebt echt geen idee, hè? Oh. Ik heb de kaart al de hele tijd op zijn kop. Ja, kijk. Maar nu staan alle letters juist op de kop. Ja. De. Dat is een kaart. Hoort dat? Wauw! Ja. Wauw! Hi William. Jappelibap, leuke muziek hoor. Hoi, ben ik wel groot genoeg hier? Hm? Ah, dit is wel precies de goede lengte. Hallo! Morgen, goedemorgen. Wij willen graag 2 kaartjes voor Toverland, daar zijn we. 2 kaartjes tot dan €66 alsjeblieft. Oh. Huh? Of voor homme, 66! Maar dat maakt niet uit. Ik heb namelijk kortingsbonnen. Kortingsbonnen! Even kijken hoor. Lang voor gespaard, maar scheelt veel hoor. Top, dankjewel. Volgens mij is het voor de helft dan, heb ik gelezen. Maar... Facebook. Dit zijn kortingsbonnen voor Café Het Krommehout. Die zijn hier niet geldig helaas, sorry. Wacht even, wat staat er allemaal op deze lijst? Rolstoelgebruikers zijn goedkoop. Ik kan wel een rolstoel gebruiken. Ja, dat is €14, doe dat maar. Jij kan gewoon als bezoeker met een handicap. Ja, dat is hij. Dat is wel waar, ik ben een bezoeker met een handicap. Dus in principe kunnen we daar wel korting om krijgen, denk ik zo, niet? Ja, nee, dat wordt echt €66, alsjeblieft. Ja, dat heb ik toch niet. Dat heb ik niet. Sorry meneer, maar dat heb ik niet. Oh. Ik wil korting! Weet je zeker? Ja, nee, sorry. Oké. Okay. Henk! Wat? Kan je niet met die bonus van je betalen? Bonus, ik heb niet eens werk. Fijne dag in ieder geval. Ja, ik ga niet alleen een dagje uit, hè. Dat is geen dagje uit. Nou, doei. Laat vooral in je reactie weten wat voor een type mens jij bent in een pretpark. En wie weet, win jij deze puzzel. Puzzel! Dit is een flink discussiepunt. Laat het dus weten en wij kiezen 1 winnaar uit die een leuke reactie heeft. Oh, en we hebben ook nog een winnaar van de prijs uit de vorige video. Dat is dit. Ja, en nu komt er iets heel leuks, namelijk... Ja, afspeellijsten in beeld. Daar kun je op klikken. Je kan ook klikken op de abonneerknop. Dan abonneer je op ons kanaal. Een belletje is ook nog een interessant iets. Als je daarop klikt, dan krijg je een notificatie als we een video hebben geüpload. En we hebben nog een plaatje van onze webshop. Als je daarop klikt, ga je door naar onze webshop. Nou, bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende keer maar weer. Later!